leuk dat je er bent. Ik zat net over je te lezen in het grote boek. Ja, want alles wat ik over jou weet staat hierin. We zijn het hele jaar bezig met leuke weetjes over jou te verzamelen om in het boek te schrijven. En dit jaar waren we trouwens nog maar net op tijd klaar. Zelfs op de stoomboot waren de Pieten nog druk bezig om alles bij elkaar te zoeken. Maar dat komt straks. Laten we eerst maar eens even kijken wat er allemaal in staat. Emma, jij bent 6 jaar. En ik kan me nog goed herinneren dat je nog zo klein was. En moet je het nu eens zien. Jij bent heel lief voor mama. Heel goed. Heel goed. En wat goed zeg, jij doet erg je best op zwemles. Dan ga jij vast en zeker je zwemdiploma halen. Zet hem op. Je ziet het. Je staat erin. Fijn, hè? En we weten nog veel meer van iedereen. En dat moet allemaal in het grote boek komen. Ja, iedereen had het er maar druk mee. Onderweg naar Nederland. Welkom aan boord van de stoomboot. We zijn onderweg naar Nederland en ik kan niet wachten om iedereen weer te zien. Maar ja, voor het zover is moet er nog best een hoop gebeuren hoor. Ik moet zelfs nog speelgoed testen. Pakjes, Pieter. Altijd druk in de weer, maar alle pakjes zijn al bijna ingepakt. We missen eigenlijk alleen nog maar wat informatie voor het grote boek. Want ja, er is weer zoveel veranderd. Er zijn kinderen die hebben een nieuwe hobby. En er zijn kinderen die zijn op een andere sport gegaan. En er zijn zelfs kinderen die hebben een nieuw huisdier. En belangrijk, we moeten natuurlijk kijken of je lief genoeg bent geweest om een cadeautje te krijgen. Lief genoeg om een cadeautje te krijgen? Dat zal toch haast wel. Ja, prof, dat denk ik ook wel, maar het moet er natuurlijk wel staan. Absoluut en zeer juist. Nou, en daarom ga ik langs een aantal Pieten. Als hij wist hoe wij op hem wachten, ja, dan kwam dat visje wel. Ja, dan kwam dat visje wel. Muziek, Piet. Iedereen is hier druk aan het werk en jij staat hier gewoon te vissen. Te vissen? Oh, nee, ik ben niet aan het vissen. Ik ben jou aan het helpen. Kijk, deze moesten allemaal nog even gekeurd worden. En deze blijft prima drijven. Alle Pieten zijn druk aan het werk om informatie te verzamelen voor het grote boek. Ook Koele Piet en Danspiet. Ja, wij helpen Testpiet graag een handje mee. Wie is de eerste Koele? Oh ja, jou ken ik wel hoor. Je speelt graag buiten. En je bent een echte judo-fan. Nou hebben we bijna alle informatie. En dat komt natuurlijk straks in het grote boek van Sinterklaas. Maar ook wat jij lekker vindt om te eten. En daar weet Keukenpiet alles van. Absoluut. Laat kijken, Tespiet. Oh, maar die weet ik wel. Jij eet graag ijs. Ja, dat snap ik wel. Ik krijg er gewoon trek van al dat praten over eten. Ja, lekker hè. Maar dit was precies wat ik nodig had voor het grote boek. Dankjewel, Keukenpiet. Ik ga snel verder. Ja, ik ook. Al het snoepgoed moet nog in de strooizakken gedaan worden voor de intocht. Oké, succes. We gaan lekker. Sinterklaas zal blij zijn. Tespiet, goed dat ik jou tref. Wat ik jou vragen wilde, heb jij alle informatie voor het grote boek? Nou, het schiet lekker op, hoor. Laat ik het even zien. Hier? Oh, ja, goed werk, absoluut. Maar toch zou ik er nog wel het een en ander aan toe willen voegen. Zo zou ik jou bijvoorbeeld het volgende willen zeggen. Jij zit een beetje vaak achter de computer. Dat kan best wat minder. Nou, dankjewel, prof. Ja, graag gedaan, Tespiet. En je weet, je kunt altijd bij mij terecht. Dat is fijn. Nou, en deze informatie ga ik straks met Sinterklaas bespreken. En hij bepaalt dan wie er lief genoeg geweest is om één van deze cadeautjes te krijgen. Of zal ik het vast laten zien? Ja, dat doe ik.
Nou, dat komt helemaal goed. Jullie zijn lief genoeg geweest om een cadeautje te krijgen. Sinterklaas, het was even wat werk, maar we zijn weer helemaal bij. Oh, wat fijn. Ik ga meteen alles overschrijven in het grote boek. Goed zo. Want dat doe ik nog altijd het liefste zelf. En terwijl ik daarmee bezig ben, kunnen jullie kijken naar het nieuwste liedje van de Club van Sinterklaas. Zing en dans maar lekker mee. We zijn zo blij. Het wordt een Sisa Super Sinterklaas. Ja, echt een giga grandioos festijn. Het wordt een Sisa Super Sinterklaas. Een feest voor groot en klein. Hola, hola. Oh yeah, mag ik alle handen even zien? Hola, hola. En shake maar lekker heen en weer. Hola, hola. Oh, dit gaat fantastisch. Te gek. Hola. De Sint is eindelijk in het land met zijn hele staf. Precies. Niet lang tot pakjesavond, we tellen samen af. Nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Het wordt een Sisa Super Sinterklaas. Ja, echt een giga grandioos festijn. Het wordt een Sisa Super Sinterklaas. Een feest voor groot en klein. Hola, hola. Kom op en shake je balala. Hola, hola. Staak nooit je wild geraas. Hola, hola. En hey, zing mij maar na 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 na. Hola, hola. Viva Sinterklaas. Wat een heerlijk nummer is dat. En wat een feest. Nou. Ik kreeg echt zin om mee te dansen. Ik ook, Sinterklaas. Is het allemaal gelukt met het grote boek? Ja, zeker. Alles staat erin. Alleen nog niet waar de pakjespieten de cadeautjes straks gaan verstoppen. Maar ik weet dat wel. Haha, dat ga ik echt niet verklappen. Jullie komen er zelf wel achter. Ik vond het fijn dat jullie er waren. Nou. Dag! 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 Dag!